1000 schitterende zonnen van Khaled Hosseini. En die heeft ook De Vliegeraar geschreven. Ik vind het echt een heel mooi boek. Dit gaat over een meisje, Miriam, van 15. En ze wordt uitgehuwelijkd door haar vader aan Rashid. En Rashid die heeft ook meerdere vrouwen in Afghanistan. En zij is ook niet zijn eerste vrouw, dus zij is één van de. En zij kan hem maar geen zoon schenken. Dus uiteindelijk komt zij eigenlijk in aanraking met Layla. Die hebben ze in huis eigenlijk genomen. En die kan dus Rashid wel die zoon schenken. Dus tussen Miriam en Layla gaat het niet zo goed. Uiteindelijk raken ze toch een soort van bevriend. En gaan ze dadelijk vluchten van Rashid. En het is gewoon een boek waarin je echt niet kan stoppen. De hele cultuurschok en verschillen, denk ik eigenlijk. Het is gewoon heel erg mooi omschreven. Het is gewoon een boek wat je moet lezen.